Naast de fantastische Formule 1 demonstraties waren er ook de beroemde drifters. Elke keer een sensatie op Bavaria City Racing hier in Rotterdam. En deze mannen die kunnen echt wat met hun auto. Tim Coronel en zijn vrienden laten even zien hoe je echt de banden kunt laten roken. Kijk even naar dit duet. Even kijken, de neuzen bij elkaar en dan de rondjes draaien. De drifters hadden een probleem. Ze raakten in één keer de vangrail en moesten dus hun sessie wat inkorten. Maar daar was het voor het publiek niet minder om. En niet alleen op vier wielen werd er gestunt. Ook op twee wielen werd er rook. En kijk eens even, je kunt tegenwoordig gewoon naast je motor door Rotterdam of erop. Het maakt allemaal niet uit. Hoe gekker, hoe beter. En de fans die smulden van al dit geweld hier in Rotterdam. En kijk eens even, zit er nog profiel op die banden of niet? Ik weet zeker dat deze man grip heeft van hier tot aan Tokio en weer terug. En ook de drifters zorgden voor enorm spektakel op de bruggen in Rotterdam. En kijk hier even, de Dakar Trucks. Marcel van Vliet achter het stuur. Twee man die aan de handrem trekken. En de achterwielen, kijk eens even. Zo'n mega truck die normaal door de woestijn heen giert, geeft ook hier in Rotterdam de sporen. En moet je je voorstellen, met zo'n enorm gewicht toch nog wielspin kunnen veroorzaken. En dan ben je een grote hoor. Ook Gerard de Roy gaf hier achter de présence in Rotterdam. En ook hij gaf zijn truck de sporen. En dat ging nog maar net goed bij het aanremmen voor start en finish. Ook de rallyauto's waren vertegenwoordigd. En kijk eens even. Gas erop. De Finn Latvala die had onder meer Thomas Berger aan boord. En die mocht ook meegenieten. En kijk even, dat gaat maar net goed. En ook de minister-president reed nog een rondje mee met deze rallyauto's en die had het naar zijn zin. Behalve die helm, dat was toch niet helemaal volgens mij de juiste keuze. Maar kijk eens even, dansende auto's op het asfalt. Ongelooflijk wat deze mannen met een auto kunnen. En je zag de minister-president helemaal achter in zijn stoel, zijn hoofd geklemd in de stoel, want daar komen enorme krachten op het hoofd. En de minister-president stapte uit en hij hoefde nog net niet naar de dokter.